Keer TV. In deze video wil ik weer met jullie een lekkere, gezonde fruitsmoothie gaan maken. Wat trouwens nog leuk is om te weten als je een fruitsmoothie gaat maken, dat is zodra je fruit omtovert in een smoothie, dus echt blendert, dan ga je eigenlijk meer vitamines en mineralen opnemen, omdat dan de vezels om de vitamines worden weggehaald. Ik ga snel maken. Kijken jullie mee? Als eerste heb ik hier een yoghurt, dat is een sojayoghurt en daar doe ik wat van in een blender. Het is een beetje gevoelsmatig. Ik doe gewoon een paar scheppen. Daarna doe ik er wat suikerloze jam bij. Lekker ook voor het smaakje. En dit mix ik alvast eventjes door elkaar. Dan doe ik bevroren aardbeien erbij. Dit kun je gewoon kopen in het vriesvak. Dus ook lekker koud. Maak je smoothie ook lekker fris. En ik doe het er doorheen terwijl de blender loopt. En dan blend alles even goed door elkaar, zodat je niet meer die stukjes hoort. En vervolgens doe ik wat lekkere druifjes doorheen. Gewoon een bakje druifjes. Als er pitjes in zitten is dat niet zo erg, want dan maakt de blender vanzelf kapot. Daar proef je voor de rest niks meer van. En alles even goed door elkaar blenderen. En ook natuurlijk een lekker appeltje. Ik snijd dat in kleine stukjes, zo gaat het wat makkelijker de blender in. Als de blender nog loopt, kun je een beetje sojamelk nog toevoegen. Kan ook gewone melk zijn of amandelmelk. Ik gebruik meestal sojamelk. En hou dan de blender even aan voor ongeveer 30 seconden dat alles goed door elkaar geblenderd is. En dan is je smoothie eigenlijk al klaar. En dan kun je het lekker inschenken. Je kunt eventueel het ook nog bewaren in de koelkast zetten voor de dag daarna. En je smoothie is klaar. Nou, ik hoop dat ik jullie weer wat inspiratie heb opgedaan. Ga lekker aan de gang, maak lekkere gezonde fruitsmoothies. En ja, dat is weer een keer wat anders. Lekker en gezond, zoals je nu weet. Vind je dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter en abonneer op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie je heel graag in de volgende video weer. Doeg, fijne dag allemaal. Dus een fruitsmoothie is er ook nog. Doei dan. You got me crazy for your love.